7 was gaan. Eentje is er dus uitgevallen. Ja, dat was iets van, ik denk dat het nummer 7 is, maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. En daar gaat het echt naar beneden. We gaan eens even kijken. Wie ligt er een hele mooie start? Dat is nummer 7. Nummer 7 die echt weer uit dat starthek. En dat is Bas van Uden van Special Dynamics. En we gaan eens even kijken hoe ze er in de eerste bocht mee komen. Even kijken, is hij nog steeds? Ja, hij ligt nog steeds op kop. Nummer 7. Bas ligt op kop, gevolgd door nummer 160. En dan zie ik 154. Met Mika Isakielsov en Jamin zit er vlak achteraan. 154. En dan nog een hele spannende strijd met 8-12 en 8-0-4. Heel dicht bij elkaar. Maar die gaan we even kijken. We gaan even kijken naar die eerste positie. Die is redelijk veilig, als er nu maar geen gekke dingen gebeuren. Dat is nog steeds nummer 7. Lieden Bas van Uden op de eerste positie. Oh, kijk eens wat gebeurt er nu allemaal. Ik kan het allemaal niet meer volgen. Spannend. Nummer 8-12, 154. En dat andere rondje wil ik niet zien, maar wel heel dicht bij elkaar. Laat de jury maar beslissen.